Nou, ik ben even nu ook aan livestreamen hier toevallig, maar mijn vader. Leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sam Pat natuurlijk, zoals iedereen weet. Maar ik ga even lekker koffie zetten. En ik heb natuurlijk een gesprek gehad, maar wat voor gesprekken hebben we gehad? We hebben het over wat ik kan doen voor mezelf en wat ik niet kan. Want sommige dingen heb ik moeite mee en sommige dingen ook niet. En ik hoop dat die water warm is. Nee, hij is niet warm. Maar dan ga ik nu even vertellen wat we over hadden. We hebben over gehad van wat kan als ik op mezelf ga wonen en wat ik niet kan. Want sommige dingen kan ik natuurlijk niet. Omdat ik sommige dingen moeite mee heb. Bijvoorbeeld, ik noem een voorbeeld met was. Bijvoorbeeld. Bij elke wasmachine is wel een verschil hoe je dat moet doen. Van je hebt wasmachine. Ja, het staat allemaal ingedeeld. Dat weet je, denk ik, jullie al. Maar voor mensen die het niet weten, dat kan. Bijvoorbeeld strijken, dat zou ik gewoon kunnen strijken. Ik zou bijvoorbeeld gewoon kunnen. Ja, dat voorbeeld weet je. Dus dat hebben we over gehad. Nou, de mensen is nu ongeveer al een kwartiertje weg. Dus. En we hebben over een paar dingen ook wel nog meer gehad. Maar dan ga ik nu even koffie drinken, ook al zei. En dan zometeen naar mijn werk. Hé pap? Ja? We hebben een leuk gesprek, goed over toch? Ja, dat is ook. Wat kun jij vertellen? Wat kun jij bij je zeggen wat wij over gehad hebben? Nou, oké, over het huishoudelijke gedeelte wat je moet doen. Ja. En vaste dingen, je kamer schoonmaken, je tanden poetsen, je was doen, je was opruimen. Ja, maar dan moet ik wel vast voor, natuurlijk voorbereiden. Van ja, dat moet je gewoon zelf doen, dat moet je gewoon elke dag doen. Ja. Ja, oké. Dus, maar dan gaan we... Ik weet het wel, maar je doet het niet. Ja, soms ben ik gewoon lui. Je bent gewoon lui, zoals heel veel mensen weten. En, maar ik vergeet weer melk en suiker in mijn koffie te doen. Juist. Nou, ik ben nu naar de plus geweest, heb ik even Vitfit gehad en deze cookies. Het zijn zo goddelijk lekker, die cookies. Vooral die Vitfit. Dus... aardbeiensmaak. Echt, die zijn zo goddelijk lekker. Maar als het goed is, weet je, als het nu aan het werk, komt hij na werk, ging hij me appen dat hij klaar is. Dus ga ik nu even denken, waarschijnlijk naar huis even video bewerken. En dan... Ja, ik ruik nog wel, maar ik ga eerst even deze lekkere koekjes eten natuurlijk. Ja, ik was natuurlijk ook een keer naar Zoetermeer geweest voor mijn schoenen. Toen had ik deze bij gekregen, had ik voor een tientje betaald. Voor een tientje, als je nadenkt. Dat is eigenlijk niet duur. Maar, dan kreeg je schoenen deo ook erbij. Dat is wel relaxed, gewoon gratis. Dat is wel goed voor je schoenen, want ja, bijvoorbeeld je schoenen stinkt, dan kun je die gebruiken voor je schoenen. Dus toen dacht ik, ja, dat kan ik wel bij je. Ik dacht, laat even zien. Dus echt, weet je waar? Dit kan je krijgen bij Van Haren. Daar heb ik ook mijn schoenen gekocht. Nou, dat vind ik al. Het is ook tegen water. En ik zie dat voor tent, schoenen en jas is. Zat er ook op. Dat is wel handig. Dus. Kan tegen water en dan deo voor je schoenen, dat is ook handig. Zat ook in maximaal 30 minuten of zo. Wow. Ik ben 30 minuten. Oké. Okay. Ja, zat er gewoon bij hier. 30 minuten. Dus dat ga ik even een keer doen. En dit ga ik ook binnenkort doen. Als ik hem open krijg. Ja, hij mag open voor mij. Ja. Nou, laat maar zitten. Ik ga niet moeilijk lopen doen, natuurlijk. Dus wil ik ook even laten zien. En ik ben nu ook bezig met de video. Ik ben een beetje voor, nu al een beetje vooruit gelag uit te werken. En wat ik al zei, dat het misschien zo meteen ook komt. Maar hoe laat weet ik niet. Dus moet ik even de telefoon in de gaten houden. En deze gaat random mijn dingers open. Maar dan ga ik even lekker relaxen en mijn vader is net weg om te sporten.
Hij sport meestal op dinsdag en de donderdag. Maar ik zit nog diepte na te denken of ik het doe. Want ik ga sowieso niet bij de Eend en Edel. Want daar is het heel erg duur. Het is 27 euro per maand als het goed is. Oh, hij gaat nu net weg. Ik kon net de deur. Maar dat vind ik gewoon veel te duur. Ik heb ook gehoord dat ergens anders veel goedkoper is. Maar dat ga ik daar proberen natuurlijk. Ik ga nog kijken. Misschien dat ik hem wel ooit ga vinden. Zo. Nou, ik ben even nu ook aan livestreamen. Hier toevallig. Maar mijn vader heb daar zo achter mij. Heeft die bank te ver, zie ik. Maar, en mijn katje loopt naar buiten random. Mijn kleine katje. Maar dan ga ik even lekker chillings met Mitchell daar zo achter mij. Je weet zelf. En ik ben ook lekker nog steeds aan live streamen. Hier. Dus ga ik. Je hebt een raadsel gekregen. En ik ben nog met Mitchell, maar die gaat dus ook. Ga ik dadelijk even beantwoorden. Maar dan ga ik nu even lekker chillings met Mitchell. Nou, ik heb nou lekker weer twee video's bewerkt. En ik ga nu lekker slaapje doen in deze. Lekkere bed. Dus tof dat je hebt vergeten met een video niet te delen, te liken. Nou, mensen de delen op zitten, wat dan ook, overal. Vergeet natuurlijk ook niet hier beneden te abonneren en geen duimpje achter te laten. Veel kijkje naar een nieuwe vlog om 6 uur. En ik zeg, laters.